Want het was meer dan alleen een wedstrijd, alleen dan een grote wedstrijd. In de Brabant was mijn comeback. Nou, ik ben vorig jaar najaar geopereerd. Ik heb lang aan de kant gezeten, lang moeten toekijken. En iemand die het liefst zelf sport, die raakt gefrustreerd van alleen maar toekijken. Eigenlijk mag ik nog steeds niet paardrijden van mijn arts. Het risico dat ik val is niet zo groot, maar als ik eraf val, dan is het wel gevaarlijk. En dan is het nog maar de vraag of dat ze me weer op kunnen lappen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ja, ik ben toch weer begonnen. En ik wilde gewoon heel graag in de Brabant rijden. En ik heb me een beetje op mijn paard gesleurd om uiteindelijk een wildcard te kunnen krijgen van de bondscoach, om daarvoor überhaupt in aanmerking te komen. Toen heb ik hem gekregen, gelukkig, waar ik wel echt heel blij mee was. Want in de Brabant is het natuurlijk ook wel ongeveer de mooiste wedstrijd van het jaar. Om weer terug te komen in de wedstrijdsport en dan ook nog te winnen op in de Brabant, is fantastisch. Dit jaar gaan we een paar selectiewedstrijden voor het Europees kampioenschap. We gaan naar Duitsland, Frankrijk en België. Het EK is in september ook in België. En daar moeten we aan de kwalificatie-eis gaan voldoen voor Londen. En dan volgt er nog een aantal momenten in 2012 zelf. Om weer aan de eisen van onze internationale sportbond en het NOC-NSF te voldoen. Om ook daadwerkelijk naar Londen te mogen. En ik ga keihard mijn best doen om daar te komen.